Wij leveren zorg vanuit WLZ en diagnose dementie. Ik ben ooit in de jaren 90 als vluchteling in Nederland binnengekomen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gediscrimineerd werd. We hebben op dit moment 4 locaties in Zuid-Limburg. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op 7D-TV. En als je luistert naar de podcast van 7D-TV, ook van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Te gast bij mij, Noor Nezami. Noor, van harte welkom. Nobama Care, wat doen jullie? Wij leveren zorg vanuit WLZ aan mensen met een indicatie vanuit wet langdurige zorg. Ja. En een diagnose dementie. Mensen die niet meer thuis kunnen wonen, die kunnen bij ons geclusterd wonen, nog steeds thuis. Ja. Oké, en dat is vergoeden, dat wordt de zorgverzekeraars vergoed? De zorg wat wij leveren, de 24 uur zorg, dat wordt wel vergoed, ja. Oké, ja. Maar wat niet? De stukje verblijf. Oké. Dus in principe, mensen wonen thuis, die huren een ruimte bij ons. En dus daar betalen ze voor. Niet aan ons. Er is een vastgoedpartij die met ons samenwerkt. Die realiseert die gebouwen, die verhuurt aan de bewoners. En wij zijn verantwoordelijk voor dat stukje 24 uur zorg. Dus niet een verpleeghuis, maar een andere setting waar mensen nog steeds thuis kunnen wonen, maar wel veilig, met zorg erbij. Dat is iets wat ook de toekomst is. Dat is ook kostenbesparend voor de zorg. De overheid stimuleert deze vorm van zorg leveren. Ja. Omdat mensen zelf ook investeren in een verblijf. Dat hoeft niet vanuit overheid of zorggelden geïnvesteerd te worden. En hoe groot zijn jullie? Hoeveel vestigingen hebben we het over waar jullie je zorg verlenen? We hebben op dit moment 4 locaties in Zuid-Limburg. Oké. En waarom Zuid-Limburg? Daar woon je waarschijnlijk. Ja, daar woon ik. Ja? Ik ben ooit in de jaren 90 als vluchteling in Nederland binnengekomen. In 1996. En meteen in Zuid-Limburg en Valkenburg aan de Geul. Daar kwam je binnen? Daar kwam ik binnen. Want jij kwam uit Afghanistan? Afghanistan, ja. En waarom 1996? Kun je daar iets over vertellen hoe die situatie was? Zeg maar? Waarom moest je vluchten en hoe kwam je hier? En familietechnisch, hoe zat dat? Ja, goed. Even kijken. Een kortere versie neem ik aan. Ja, begin maar eens. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat dit een hele lastige vraag is om even kort te vertellen. Ja. Maar vertel maar. Ja, dan moet ik eerst ietsjes teruggaan. Ja. In de jaren 80. Ik ben in Afghanistan geboren. In de jaren 80 heb ik mijn school daar afgemaakt. Begon aan de studie geneeskunde. En toen met een studiebeurs naar Sovjet-Unie destijds vertrokken. In Sint-Petersburg heb ik 4 jaar geneeskunde gestudeerd. En goed, ik was op verkeerde tijd weer in Afghanistan. Dus in de jaren 90, 92 om precies te zijn, was ik daar. En toen kwamen fundamentalisten aan de macht. Dit communistische regime is gevallen. Aangezien mijn vader een hoge functie had in Afghanistan, bij dit regime. Hij was geen communist trouwens. En hij was een rechter. En ik studeerde in Rusland, dus wij liepen dus gevaar in Afghanistan. Ineens werden we vervolgd, de hele familie. En toen moesten we een route zoeken om een veilig land terecht te komen. Want anders? Anders zou je daar gewoon gevolgd kunnen worden. Of je zou ook dood kunnen raken. Dus in die jaren, dus in 92, alleen maar in de hoofdstad Kabul, bijna 100.000 mensen doodgevallen. Omdat die groeperingen die ineens de macht overnamen, die konden niet met zichzelf eens worden, de macht niet goed delen. Ja. Waardoor dus een verschrikkelijke situatie daar. Hoe oud was je toen? Ja, 26. Ja. 26 ja. Wat betekent dat? Want wat doe je dan? Het is gewoon een moeilijke situatie. Hè? Dus in principe heb je die tijd niet om gewoon goed na te denken, wat moet ik doen? Hè? Dus je bent eigenlijk continu op zoek naar veiligheid. Maar het is gewoon ook een stukje verantwoordelijkheid. Ik was tweede in het gezin. Ik heb een oudere broer. Dus we moesten eigenlijk met ons tweeën niet alleen aan onszelf alleen denken, maar ook aan de hele familie denken. Hoe kunnen we dus de hele familie... Ik heb nog 6 broers en zussen die jonger dan ik. En mijn vader, moeder, mijn oudere broer was getrouwd met kinderen. Ik zelf getrouwd. Iedereen liep gevaar ook. Ja, dus iedereen loopt gevaar. Dus een enorm verantwoordelijkheidsgevoel om te kijken hoe kun je dus iedereen in veiligheid brengen. En dus ja, goed, daar zoek je naar manieren hoe je dat kan doen. Dat is gewoon in eerste instantie in het land zelf van één schuiladres naar een andere.
En dan zoek je gewoon routes. Hoe kun je... Echt letterlijk gewoon als on the run eigenlijk. Ja. Ja. En met hoeveel mensen ga je dan het land uit op een gegeven moment? Want ga je dan met een hele familie? Met de hele familie. Er waren 17 mensen. Maar uiteindelijk dus niet alle 17 tegelijk hier in Nederland terechtgekomen. Dus, maar dan gefaseerd. Maar je reist met 17 personen van schuiladres naar schuiladres? Ja, ja. Dan, je zoekt manieren om dat te doen. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, ik ben zelf in 96 pas in Nederland gekomen. Mijn familie is in 94 in Nederland dus beland. Dus in totaal, ja, voor de familie is 2 jaar geduurd. Voor mij persoonlijk 4 jaar. En is iedereen uiteindelijk veilig? Heeft op een gegeven moment, is iedereen veilig het land uitgekund? Ja, gelukkig wel. Ja. En hadden jullie nog voordelen omdat jullie... Ja, als je vader rechter is, dan zit je in de... Ik weet niet hoe dat werkt hoor, maar dat je in een wat hogere klasse zit... of dat je meer middelen hebt. Maakt dat nog een verschil als dat je in zo'n land op die positie zit... of dat je, weet ik veel, veel minder inkomen hebt of zo? Is dat nog een voordeel? Ik denk het wel, ja. Dat is wel de realiteit. Want er zijn heel veel vluchtelingen die Europa niet kunnen halen. En die zitten in Iran, in Pakistan, in buurlanden in ieder geval. Ja. Ja, goed, maar in die jaren was net wat meer mogelijkheid. En dan gewoon met kleinere budget kon je ook wel die stappen zetten. Mm. Als ik nu kijk, het is inderdaad heel belangrijk wat voor middelen je hebt. Ja. Ja. En dan kom je in Zuid-Limburg. Ja. Wat beschrijf eens... Positief. Hè? Dus ik heb, dat is misschien een verschil. Ik wil niet te veel in politiek duiken. Maar als ik vergelijk met hoe het nu is. Dus in die jaren als vluchteling kreeg je het gevoel. Nou, ik ben tenminste welkom. Mm. Hè? Dus je voelde je niet alleen veilig. Maar je voelde ook, zeg maar, welkom. Je werd ondersteund. Hè? Dus er wordt van jou van alles verwacht. Hè? Dus de taal leren en baan zoeken en zo. Maar je werd goed begeleid. Dus het nieuws wat je nu volgt en dan continu een nieuwe vluchteling... en iemand die nu binnenkomt en voelt zich niet welkom... omdat er gewoon allerlei partijen zijn die dat gevoel geven aan mensen. Dat was in ieder geval toen niet zo. Dus je komt in land, dus een totaal andere cultuur. De taal die je helemaal niet kent. Nee. Je bent ontheemd, want je hebt je wortels eruit getrokken, zeg maar. Dus, ja. En waar kom je dan terecht? Ook gewoon asielzoekcentrum begonnen? Nou, dat proces heb ik gelukkig zelf niet meegemaakt. Mijn familie wel. Dus ik kwam 2 jaar later pas naar Nederland. Hm. En toen ik hier kwam, mijn familie had een woning gekregen. Okay. Ik kwam als gezinshereniging, omdat mijn vrouw hier was. Ja. Ja. En hoe neem je dan stappen om, want je klinkt, zeg maar, het klinkt zelfs Maastrichts. Ja. Nu inmiddels, maar goed, inmiddels zijn we ook een behoorlijk aantal jaren verder natuurlijk. Ja. Hoe is dat, ik zou bijna willen vragen, wat zijn nou de tips, stel dat er nu mensen kijken die net in dit land zijn begonnen. Ja. Wat is de manier om in Nederland goed je weg te vinden? Hoe heb jij dat gedaan? Zorg er gewoon vanaf de eerste dag gewoon zelf je best doet. Niet wachten, niet in zo'n slachtofferrol gaan zitten. Misschien een goed voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld in die 25 jaar dat ik in Nederland ben... ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gediscrimineerd werd. Nee? Nee, dat gevoel heb ik zelf nooit gehad. Limburg, altijd... Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken ook met mijn eigen persoonlijkheid, eigen gevoelens. Omdat ik dus vanaf de eerste dag wist, nou, er is geen weg terug. Voor ons was het Nederland vanaf dat moment het land waar we zouden waarschijnlijk oud worden, onze kinderen zouden groeien. Dus er was alle motivatie om vanaf de eerste dag je best te doen om hier zo snel mogelijk je nieuwe thuis te vinden. Mm-hmm. En de kinderen volgens de normen van deze maatschappij gaan opvoeden, zodat zij ook die moeilijkheden niet tegenkomen wat wij in het begin qua taal en cultuur kennen en zo dus tegenkwamen. Mm-hmm. Dus hard werken, zelf je verdiepen in de taal en dus de taal goed leren, een baan zoeken, maakt niet uit wat. Als ik naar mezelf kijk, in 96 toen ik naar Nederland kwam, 4 maanden later, in principe 2 maanden later begon ik met een cursus Nederlands. Intensieve cursus om de taal zo snel mogelijk te leren, althans de basis.
En daarnaast, na 4 maanden werkte ik al, had ik al een baantje gewoon, als fruitplukker in de horeca. Maar goed, dat zijn allemaal dingetjes die ik gedaan heb. Dus de eerste 5 jaar, zeg maar. Waarvan ik heel veel profijt gehad heb. Omdat je integreert? Ja. Ja. En hoe kom je bij de onderneming, zeg maar? Want er zit dan toch blijkbaar een ondernemer in jou. Ja. Waar is dat kiemetje, zeg maar, waar is het begonnen, dat Nobamacare? Nou, dus in principe, dus, ergens in 2002 was ik zo ver qua taalkennis. Dat ik dacht, nou, misschien kan ik mijn studie weer oppakken. Ik had 4 jaar geneeskunde gestudeerd. Dus ik heb mijn documenten laten komen uit Rusland. En hier is een organisatie die vergelijking maakt met Nederlands onderwijs. Daar heb ik naar gestuurd en ze hebben gekeken. Ze hebben gezegd, nou, je kunt vanaf eerste jaar weer beginnen, maar we kunnen die 4 jaar niet erkennen hier in Nederland. En voor mij was een beslissing die moest ik nemen. Ga ik 10 jaar in mezelf investeren om arts te worden? Of ga ik een stap terug doen? Omdat de kinderen waren op aan het groeien. Nou, toen heb ik besloten om als verpleegkundige verder te gaan. Nou, dus daar moest ik ook wat opleidingen volgen voor. En mijn broer werkte in die tijd al als verpleegkundige. Die is eerder begonnen aan de opleiding verpleegkundige. En hij werkte als zelfstandige. Dus ik ben in 2013 begonnen als zelfstandig verpleegkundige. ZZP'er. ZZP'er, ja. En in principe, dus vanuit de praktijk is het idee ontstaan om iets op te zetten waar je gewoon je eigen visie kan realiseren. Hoe ik persoonlijk kijk tegen ouderenzorg. En hoe is dat? En dat is gewoon, dat heeft te maken ook met onze achtergrond. Dus als ik kijk naar mijn land van herkomst, waar ouderen heel erg respectvol behandeld worden. Die zijn tot de laatste dag volwaardig lid van het gezin, van de familie. En daar heb je dus heel weinig verpleeghuizen. Volgens mij in Kabul 1 verpleeghuis, miljoenen stad. Omdat daar mensen worden gewoon in de families opgevangen. Dat is iets moois, hè? Dus het respect wat wij dus voor ouderen hebben. Ja. Dus dat stukje kon ik gewoon vanuit mijn achtergrond meenemen. Ja. En hier als ZZP'er heb ik gewerkt intramuraal, extramuraal. En kwam ik tot het idee, dus in principe heel veel bureaucratie, heel veel lagen wat in de zorg bestaat. Dat kan vermeden worden. Ja. Als je dus zoveel mogelijk geld in directe zorgverlening investeert. En daardoor gewoon betere zorg levert aan ouderen. En dan gaat het niet om persoonlijke verzorging. Het gaat om dat stukje, hoe kun je vanaf het moment dat iemand verzorgd is, totdat hij naar bed gaat en een goed gevoel geven aan iemand. Ja. Dat iemand gewoon een zinvolle dag heeft. Je weet dat gewoon iemand met dementie 5 minuten later een activiteit niet kan onthouden. Hè? Dus dan is die dat kwijt. Maar dat gevoel kan wel blijven als je naar bed gaat en zegt, nou, volgens mij heb ik een leuke dag gehad. Dat is best wel een uitdaging. Ja. Maar dat is wel realiseerbaar. Ja, ja, want inderdaad, ik heb het 1 keer van dichtbij meegemaakt. Maar inderdaad, als je dan vraagt hoe was de dag? Ja, je praat alleen maar in het moment eigenlijk. Ja. 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 Dat is dus een moment van goede, mooie beleving. Dat is het enige dat wat is je kan heel doen. Veel waard. Ja, klopt. Dat is heel veel waard. Ja. Ja. Wat is het effect geweest van corona op jouw instelling of zorginstelling? Ik weet niet hoe je het noemt, maar dat is natuurlijk een behoorlijke impact. Hoe staan we daar nu voor? Even vanuit jouw perspectief. Nou ja, goed, wij hebben dus heel lang geluk gehad tot januari. En dus alle 4 locaties bleven coronavrij. Helaas, op 1 van die locaties is dus corona uitgebroken. Zo'n 2 maanden geleden. Wij hebben van 16 mensen die daar woonden, 13 besmet geraakt. We hebben helaas 1 iemand ook verloren aan corona. Maar nu gelukkig alles achter de rug. Dus iedereen gevaccineerd ook? Iedereen, dus eerste prik hebben we alle bewoners gehad. Oké. Okay. Ja. Okay. Hey, en tot slot, wat zijn je ambities verder? Want je bent nog te jong om te stoppen volgens mij. Dus je hebt nog wel wat jaartjes voor de boeg. Wat gaan we de komende jaren allemaal doen?
Nou, ik denk dat ik verder ga werken aan de ontwikkeling en groei van Obamacare. Ja. Wij denken dat wij een goed concept hebben. Wij worden goed gewaardeerd. Er is een site, Zorgkaart Nederland. Als je daar naar kijkt, wij scoren best wel goed. Ja. Wij hebben een hele sterke voorkant. De mantelzorgers, de bewoners zijn zeer tevreden met onze manier van werken. En wij gunnen dit concept aan meer mensen. Ja. Dus wij hebben nogal wat ambities. We willen graag een Zuid-Limburg met locaties nog ontwikkelen en realiseren de komende jaren. Ja. Gaan we niet landelijk? Wie weet, op dit moment zijn we bezig in Zuid-Limburg. Dus zo langzamerhand naar boven stomen. Mijn vader woont in Noord-Limburg. Ja. Die heeft nu nog de luxe dat hij nog zelfstandig kan wonen thuis. Maar zo over een paar jaar zou het zomaar kunnen dat hij ergens naartoe moet. Dus dan als je nou tegen die tijd zorgt dat je een beetje alvast omhoog trekt richting Midden- en Noord-Limburg, dan kan hij bij Obamacare terecht. Dat is goed. Ik zal dat meenemen. Maar je hebt geen concrete landelijk, want je kan dit natuurlijk ook gewoon, je zou dit ook landelijk kunnen doen. Ik bedoel, de gedachtegang, het concept, de benadering. Waarom niet? Nee, ik sluit het niet uit. Hè? Nee. Dat niet. Dus Obamacare is vrijwel een jonge organisatie. We zijn sinds 2019 operationeel. Ja. Dus we zijn ook hard aan het werken aan een professionele organisatie neer te zetten. Dat lukt ons aardig. Wie weet, misschien over een aantal jaren dus komen we zo ver dat we denken, nou, dan gaan we dit uitrollen landelijk. Er zijn organisaties of dat soort concepten bestaan al. Dus ja, goed. Wij worden dus beschreven als onderscheidend door onze bewoners, mantelzorgers. Ja. Dus dat geeft ons goed gevoel. En wie weet in de toekomst, misschien gaan we dat soort dingen doen. Ja. Ik wens je er heel veel succes mee met alle dingen die je nog gaat doen. En dankjewel voor dit gesprek. Bedankt. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig verhaal hier op 7DTV. En wil je nou meer verhalen zien? Blijf dan gewoon kijken over een paar seconden. Twee nieuwe verhalen voor nu. Dankjewel voor het kijken. En als je luisterde naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi.